Oké, vertel maar. Wat heb je vandaag allemaal gedaan? Ik heb met Cloud9 gewerkt. Dat is online, echt niet alleen standaard HTML, maar ook talen die je moet installeren op je computer. Daar heb ik allemaal mee gewerkt, voornamelijk dan met PHP. En dat is heel handig, want zo hoef ik het niet op mijn computer te installeren. Ik heb dus ook met een database gewerkt. En ik heb ook met de basis ook gewerkt. Zoals, en wat hebben jullie gemaakt? Ik heb dan een paar dingen gemaakt. Ik heb dus een aantal projectjes gemaakt. Bijvoorbeeld, ik heb dan demo's gedaan, maar allemaal met simpele dingen. Sowieso, moet je doen. En ja, ik heb ook nog voor mezelf, ben ik nog bezig aan een systeem waarmee je dus, dingen, allemaal dingen kan zien. Heel even kijken, dan zie je dus allemaal dingen en ik heb, dan zie je dus allemaal gegevens, die heb ik er zelf ingezet. Dat heb ik dan zelf bedacht en ook die afbeelding heb ik net ingezet, vond ik wel grappig. Oké, okay, dat is heel cool. Ja, dankjewel. Ja, ik ga je zeker nog verder werken met Cloud9. En vond je het een leuke workshop? Ja, best wel. Ja. Was dat een onderwerp dat jou een beetje aanspreekt? Ja, ik werk er al een tijdje mee en ik vind het erg leuk werken en het prettig werken en zo. Daarom zie je me er goed mee. Oké, awesome. En vond je het moeilijk? Nee, want ik had er al wel ervaring mee. Ja. Het kan wel moeilijk zijn als je er nog helemaal niks van weet. Dan kan het wel een beetje moeilijk zijn. Maar op zich is het redelijk. Als je gewoon een beetje basis weet, is het niet moeilijk. Oké, cool. Leuk. Iedereen kan het leren. Oké. En ik vind Cloud9 ook heel erg prettig werk, want je kan hem ook helemaal aanpassen. Ook andere editor en zo. Echt heel geweldig. Oké, awesome. En qua inhoud, vond je het een leuke opdracht? Ja, wel een beetje simpel, maar het is natuurlijk ook de bedoeling dat het niet alleen maar op mijn niveau is. Dus het moet natuurlijk ook gewoon voor beginners te begrijpen zijn. Dus. Oké, okay. Ja, cool. Ja. Dankjewel, Sasha.